werkattitude, prestatie, collegialiteit en loyaliteit naar het bedrijf en collega's. Dat zijn enkele pijlers van de criteria waaraan medewerkers moeten voldoen. Dit zei Talitja Buijnen, President Manager bij Courtyard Marriott Paramaribo. Ze sprak vandaag op een persconferentie die het hotel heeft gehouden naar aanleiding van de uitreiking van de Service Excellence Award 2019 aan medewerkers. In het kader van een van de kernwaarden van Marriott, getiteld Spirit to Serve, en de herdenking van de Internationale Dag van Hospitality, reikt Courtyard Marriott op 17 mei deze awards uit. Medewerkers die altijd op uitzonderlijke wijze de kernwaarden van het bedrijf hebben uitgedragen, komen hiervoor in aanmerking, zegt Buijnen. Er zijn criteria. Er wordt gekeken naar sowieso hoe je de beoordeling, je werkbeoordeling, je aanwezigheid, hoe vaak je aanwezig bent, hoe vaak je ziek meldt, je attitude, hoe je omgaat met je collega's en naar de gasten toe. Hier bij het Marriott hebben we zoiets van going the extra mile. Dat is dat beetje dat je dus, wat je nog meer doet om de gasten tevreden te stellen. En al deze dingen eigenlijk maken een compleet pakket, waardoor per department mag de manager dan een kandidaat voordragen. Er wordt gediscussieerd waarom wel, waarom niet. En uiteindelijk zijn dus deze mensen gekozen. Le Golbanai heeft zich opgewerkt van dishwasher tot kok en Manisha Sadhu van stagiaire tot e-commerce en marketingcoördinator. Deze genomineerde medewerkers praten over hun ervaringen. Ik heb me zodanig ingezet om toch dan niet daar te blijven, maar door te groeien. Want ik weet, ik kan meer, dus het is nooit mijn droom geweest om in de keuken te staan en te koken. Maar het is toch gelukt omdat ik toch leergierig ben. En dat motiveert me om te leren en mezelf open te stellen voor de uitdagingen. En dan verder te gaan. En ik wil sowieso niet daar blijven. Maar ik wil zeker doorgroeien. Bij het Marriott Hotel is er een bepaalde cultuur die je niet overal tegenkomt. Het is een cultuur waarbij je gestimuleerd wordt om meer te doen en om verder te komen en om jezelf te pushen en te ontwikkelen tot hetgeen dat je wilt bereiken. En dat maakt dus dat we deze groep, tenminste dat wij allemaal, dat wij allemaal een bepaalde motivatie hebben om ons werk zo op een bepaalde manier te doen en de standaarden altijd hoog te houden. Deze Service Excellence Awards worden voor de derde keer uitgereikt door Courtyard Marriott Paramaribo. Zeven medewerkers zijn genomineerd voor een award, waarvan de uitreiking plaatsvindt op 17 mei tijdens een dineravond. De persconferentie is gehouden in de Royal Palm Ballroom van Courtyard Marriott Paramaribo.